Ik heb wel eens iemand horen zeggen dat een prima leven de grootste vijand is van een geweldig leven. En ik zeg ook heel vaak, motivatie komt uit twee bronnen. De eerste bron is urgentie en noodzaak. Dus dat je ergens zo ongelooflijk veel last van hebt, of dat je iets zo zat bent, dat je in beweging komt en dat je gedreven bent om te veranderen en stappen te zetten. En de andere bron is verlangen. En dat is waar ik als coach heel erg op stuur. Want als je vanuit noodzaak of urgentie beslissingen neemt, dan wil dat niet per definitie zeggen dat dat beslissingen zijn die ervoor zorgen dat je op de lange termijn, zeg maar, gelukkiger bent. Maar vaak zie je dan, als iemand bijvoorbeeld niet naar zijn zin heeft op het werk en er gebeurt iets, of er komt een nieuwe leidinggevende die er echt voor zorgt dat je met buikpijn naar je werk gaat. Dat je om je heen gaat kijken en een andere baan vindt. En dan zie je vaak dat dat een beetje in het verlengde is van wat je eigenlijk al deed. En dat hoeft natuurlijk helemaal geen probleem te zijn. Hè? Dat kan zijn dat dat is wat je graag wil doen. En dat geeft vaak nieuwe impulsen een tijdje. En dan komen toch die problemen of die verveling komt weer terug. En ga je vanuit verlangen veranderen. En vooral onderzoek doen naar wat is een volgende stap die nog veel beter bij me gaat passen. Dan merk je dat een volgende stap, of dat nou in je carrière is, of een relatie, of een woonomgeving, of een project, of wat dan ook, dat die een veel betere match is bij wie je werkelijk bent en wat je echt wilt. En ik kom ook veel mensen tegen die al, en vooral in mijn praktijk moet ik zeggen, mijn online academy, en dan vooral 2 programma's, of 1 cursus eigenlijk, als je niet weet wat je wil bepalen, is je richting. Of een online programma, wie ben je werkelijk, wat wil je echt? En dus in mijn praktijk. En dat de vraag vaak geformuleerd is als, ik heb eigenlijk alles wat me gelukkig zou moeten maken. Of ik heb alles in mijn leven, ik heb alles op orde. En vaak een baan of een huis, een partner, kinderen hoor ik vaak zeggen. En eigenlijk alles waarvan je zou zeggen, ja maar nu heb ik het toch bereikt. Ik hoorde van de week nog iemand zeggen die zei, ik kan echt letterlijk alles op dat lijstje afvinken. Check, 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 check. Ik heb alles. En toch, ja, ik heb gewoon het gevoel dat er iets mist in mijn leven. Daarom, en dat staat ook op mijn homepage, heel veel mensen hebben niet echt een probleem als ze bij mij komen. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar die voelen gewoon, het kan nog beter. Het kan makkelijker. Er zit meer potentieel in mij, het leven. Ik voel dat er meer in mij zit, of meer in het leven zit, om het zo te zeggen. En ik heb daar een podcast over opgenomen, uit mijn hoofd, nummer 405. Ik noem het tegenwoordig een videopodcast, omdat die op YouTube staat als video en op mijn podcastkanalen staat die als audio, zeg maar. Dus dan kun je gewoon kiezen wat je het allerfijnst vindt. Je vindt hem op mijn YouTube-kanaal dus, nummer 405. En je vindt hem op Apple Podcasts, je vindt hem op Spotify. En overigens heb ik ook op YouTube een playlist. En nou moet ik even uit mijn hoofd, maar volgens mij heet die Gelukkig Leven Conform Jouw Waarde. Of zoiets. En dan heb je allemaal video's en podcasts door elkaar heen eigenlijk. Met informatie en inspiratie over, ja maar hoe kun je er dan achter komen wat je dan werkelijk wilt? Hè? Wat kan ik dan doen? En hoef je echt niet voor mij in mijn praktijk te komen. Je hoeft ook geen online programma of cursus te bestellen. Dat kan natuurlijk wel superleuk en dan ga je ook echt vaak wel de diepte in. Dan hou je er nog meer uit. Maar ik deel ook heel veel waar je gewoon mee aan de slag kunt. Om erachter te komen wat het nou is wat je mist in je leven. En ik wilde me in het begin zeggen, volgens mij heb ik dat helemaal niet gezegd, van het kan een beetje een ervaring zijn zoals je bijvoorbeeld een bepaald gerecht maakt waar geen peper in zit. Terwijl dat echt een van de belangrijkste ingrediënten is. En dat is ook wat mensen soms wel zeggen. Er mist gewoon wat peper of wat vuur of passie in mijn leven. Nummer 405 dus. Of kijk even naar mijn playlist en laat je inspireren. En wil je dan toch iets doen? Wil je iets doen? Nou, dat klinkt ook lekker, hè? Maar wil je een online programma doen of een cursus? Het kan zijn dat je zegt, ja, maar ik vind een online programma best wel een ding om te doen. En ik kan mezelf niet heel erg lang motiveren. Dan kun je de verkorte cursus doen. Die zet ik hieronder. Dat is als je niet weet wat je wil, bepaal dan eerst je richting. En als je zegt, ja, maar ik hou er wel heel erg van om bezig te zijn met zelfontwikkeling. Het wordt ook wel zelfactualisatie genoemd. Heel veel van mijn klanten, dat zijn gewoon mensen die als persoonlijke waarde bijvoorbeeld persoonlijke groei en ontwikkeling hebben. En die lezen bijvoorbeeld graag, of ze kijken naar video's, podcasts. Ze vinden het gewoon leuk om daarmee bezig te zijn. En daarvoor is echt het online programma geschikt. En die heet Wie ben je werkelijk? En wat wil je echt? En waarom zeg ik de eerste zin wie ben je werkelijk? Omdat we heel vaak een soort van identiteit hebben gevormd op basis van hoe het hoort. Heel veel mensen zijn ergens ingerold. Dat heb ik zelf ook jaren gehad. En dan zie je vaak dat het wel voorziet in een aantal belangrijke behoeften en waarden. Hè, zoals geld bijvoorbeeld. En een zekere vrijheid. Of je hebt een heel leuk team waarmee je werkt. Alleen, het voelt niet... dat het iets is waarvoor je je bed uit zou springen en wat je ook bij wijze van spreken gratis zou doen. En dan kom je ook vaak in de modus van, weet je, het is nergens eigenlijk natuurlijk perfect. Er is vast niks wat helemaal aansluit op mijn waarde. En mensen zeggen allemaal tegen mij, je hebt het toch helemaal voor elkaar. Je moet ook eens leren om tevreden te zijn. Nou ja, als je dat soort dingen veel om je heen hoort, dan ga je dat bijna geloven. En ik ben van mening, ik ben zelf een bewijsstuk, wou ik zeggen, ik ben een bewijsstuk in deze rechtszaak. Maar in elk geval, ik ben het bewijs dat het wel degelijk kan, dat je erachter kunt komen wat je echt wilt, wie je dus werkelijk bent, zonder alle verwachtingen van de maatschappij en de mensen om je heen en wat je zelf over jezelf had geloofd, zeg maar. En dat het dus ook haalbaar is. En... ik heb heel veel meer bewijsstukken in mijn coachpraktijk, in mijn klantenbestand. En het is gewoon super gaaf als je dat ontdekt. Nou, volgens mij is dit alweer een podcast op zichzelf geworden. Terwijl de bedoeling was om dit in 1 minuut uit te leggen. Dus ik moet nog even een nieuwe maken. Maar kijk gerust even de playlist en ik hoop dat ik je ermee kan inspireren. Doei!